Mama, weet je wat we doen? Ik organiseer vanavond Sinterklaasavond. Mama, vind je dat gezellig? Dan organiseer ik het. Kun jij rustig blijven zitten? Jij bent te gestrest. Blijf jij zitten? Doe ik het. Zullen we dat doen? Oh, dat is hartstikke gezellig. Het ging even heel snel, hè? Ik zeg, doen we een vleesfondue en dan vragen we opa en oma ook. Ik weet niet, heel daar je hebt geen opa en oma meer. Nee, nou, die van mij zijn zo dement als een kiwi. Echt waar. Die komen zo het huis binnen. Het zijn de lemmingen. Als je de achterdeur naar de vijver open doet, dan storten ze zich massaal die vijver in. Ik zeg, opa en oma, we hebben een vleesfondue. Er staat een heet vetpannetje op tafel. Blijf er met je klauwen vanaf. Nou, mijn opa begrijpt dat niet. Die begint op die tafel te meppen met zijn handen. Dus ik pak twee fonduevorken. Ik zet opa vast aan tafel. En nu even over fondue. Zullen we er heel kort over zijn? Wij waren in die periode met 6 personen, hadden allemaal 3 stokjes. Telt u mee? Hebt u hem? 6 personen, 3 stokjes? Ja, kunnen we? Dan gaan we. Instructie, hè? Dames en heren, even over fondue. Wij waren dus 6 personen. Oh, komt hier. Als je bij fondue, dames en heren, 1 stokje vlees in het vet legt en het gaat behoorlijk borrelen, zegt u maar gerust, verontrustend borrelen. Wat gebeurt er dan als je 18 vorkjes met zulke ballen gehakt in 1 keer in een pannetje propt? Flots tegen het plafond omhoog. 1 zwijnenstal. Zeg, opa, oma, laat maar, dit wordt niks. Nee, lekker laten die troep. Kom maar, bij die tafel vandaan. Nee, lekker laten die troep. Mijn oma, Goko, lekker laat die troep. Opa verstaat het verkeerd. Goko, lekker tomatensoep. En die pakt een pannetje. Hopsa! Zuipt die hele vetpan leeg. Ik zie nooit dat gebit als 1 klontje samensmelten zo. Ik heb net als bij een verbrande tosti. De hele avond dat zwart van zijn bek zou schrapen gewoon. Kom maar. Ja, toen was natuurlijk de hele sfeer, kom dan met die trein, man, help! Toen was natuurlijk de hele sfeer naar de sodemieten, dus iedereen begon te janken, te schreeuwen door elkaar heen. En iedereen wil dan naar huis, iedereen wil zijn cadeau pakken. En naar huismerk krijgt oma een cadeau. En als oma een cadeau krijgt, wil je toch nog even afmaken, weet je wel. Nou, oma krijgt een cadeau en dat gaat al hartstikke langzaam, weet je wel. En ieder jaar zegt ze weer, oh, krijg ik ook wat? Ligt er al van een tonnen juwelen naast haar. Nou, goh, er zit ook een gedichtje bij. Shit, ze heeft het gezien. Nou, dan moet er dus een bril uit het tasje en dat duurt. En dat duurt. Goh, het zijn wel kleine lettertjes. Tweede bril uit het tasje. Klote Hans Anders. En dat duurt. Oh ja, oh ja. En dat pakpapier. Dat pakpapier moet altijd worden bewaard. Ja. Ja, want dat hadden we in de oorlog niet. Nee, en nou ook niet. Zo, hopsakee. En nou lezen fossiel. Tempo. Ja, niet, oh, ik ben gek op oude mensen, maar mijn oma is een zeikwijf. Dat bejaardenhuis van mijn oma heet ook Jurassic Park. Echt zo. Oma, hè? De Sint. 18 coupletten. Haat. Vindt hij koud? Het is in die koud lezen. Yes. Mijn oma heeft het altijd koud. Als ik mijn oma voor de open haat, is het nog koud. Ik denk dat als mijn oma ooit gecremeerd wordt, dat ze nog zal roepen: kan hij ook hoger? Gewoon zeker. Bert. Dus, oma, weet je wat we doen? Weet je wat we doen? We doen het zo. Ik ben uw kleinzoon. Ik ben Bert. Oh, ik moet wel eventjes. Anders gooi ik alles over, dan val ik er zo meteen op. Weet je wat we doen? Ik ben uw zoon. Nee, ja, hallo, kijk mij aan, oma. Kijk, hier ben ik. Ja, ik ben uw kleinzoon, Bert. Weet je wat we doen? Ik lees dat gedichtje voor. Zal ik het gedichtje voorlezen? Geef mij dat gedichtje. De Sint van op zijn gemak. Dit voor het oude wrak. Volgende tempo, kom maar. Het is een kaasschaaf. Hoeft niet uitgepakt. Ga maar verder. Oh man, nou toen was de sfeer. Nou komt eraan. En die tijd had ik verkering. Als je die tijd verkering had, ik maak het verhaal nog even af. Ik begin nou toch echt te trillen. Dus als je die toen in die tijd verkering had, moest je daar ook Sinterklaas vieren. En ik had een beetje een lullige schoonfamilie, een beetje een kloterige schoonfamilie. Maar ik was een keer onverwachts bij die mensen thuis met kerst en zat die hele familie zelf kerstkaarten te maken. Gadverdamme. Hadden ze groene en rode kartonnies uitgeknipt, met een printstift een figuur gemaakt. En dan glitters erop en dan op zo'n LP op de achtergrond kling, klok, kling, kling. Hebben die printstof. In heel Nederland zijn 8 miljoen kerstkaarten te koop en zij zitten godzonderzoon met een printstift en glitters en klink, 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 klink. En die glitters vind je, ja, laten rustig bed, yin yang, rustig. Rustig. Hoor je maar van je af. En dat meisje, die snoerde, dat meisje, komt een dag voor we bij haar zouden Sinterklaas vieren, komt ze bij me. Een dag daarvoor komt ze bij me. Bert, weet je wat wij thuis altijd doen met Sinterklaas? Ik zei nee, wij maken zelf presentjes. Ik zeg, wanneer dan? Ik ben blij als ik om 5:05 de V&D binnenkom. Oh. Ja, daar ging een vleugeltje, zag je net?
Ik ben blij als ik om 4:55 de V&D nog binnenkom. Als ik met een bijl door de rij mensen heen hak. Hak, 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 hak. Nou, dan kom ik bij de balie met chocoladeletters. En dan zegt dat meisje met een chocoladeletter zegt... Nou, we hebben nog wel chocoladeletters, maar we hebben alleen nog maar een Q. Gek, hè? Hak! Nou, ik koop die Q. Ik maak me dat soldeerboot van die Q weer een O van oma. Heel ingewikkeld. Een pilletje moet je eraf smelten. Ik flikker er wat glitters op. Oma vreet dat al weg. En dat duurt. Nou ja, toen was natuurlijk de hele sfeer naar de sodemieter, hè. Kom nou met die trein, man. Kom nou alsjeblieft met die trein. Kom, help. Ik bedoel, vader begon te janken opnieuw. Broer gaat helemaal tekeer. Moeder begint te stampen op de grond. En dat stampen op de grond was een teken voor de buurman die het halletje stond als Zwarte Piet. Om zijn pepernoot naar binnen te flikkeren. Dus je steekt zijn arm door die spleet van die deur. Mijn opa ziet die deur open gaan. Die trapt die deur weer dicht. Honk. Die arm met pepernoten blijft nog een beetje zo staan. Ik zie nog net dat die rode bloedlichaampjes, dat die zich terugtrekken zo. Die pepernoten vallen als één bal deeg op de grond. Flof. En het armpje ging zo. Hoppla. Hoor, wie klopt daar, kinderen? Nou, de buurman niet meer, hoor.